Op het gemeentehuis in Zoeterwoude-dorp werd donderdag feestelijk de begroting voor 2020 gepresenteerd. Het ziet er goed uit voor Zoeterwoude. De begroting die ziet er inderdaad positief uit. We hebben een sluitende meerjarenbegroting kunnen presenteren. En daar zijn we blij mee, want we kunnen daarin in die begroting juist ook een aantal ambities die we met elkaar hebben, kunnen we naar de toekomst toe ook daadwerkelijk op gaan pakken. Nou, gaat de bevolking nogal groeien van Zoeterwoude? Wat zijn de gevolgen voor de begroting? De gevolgen voor de begroting zijn, je aantal inwoners gaat toenemen, je aantal woningen gaat toenemen. En daardoor krijg je ook vanuit de uitkering die je van het Rijk krijgt, extra geld. Maar daartegenover staat natuurlijk dat we als gemeente ook extra uitkeringen moeten gaan doen. Of op het gebied van het sociaal domein, dat we extra moeten investeren in de openbare ruimte. Dus je krijgt extra geld, maar dat is ook bedoeld om te investeren in je inwoners en je bedrijven. Kijk, de voorzieningen zijn natuurlijk echt voor de Zoeterwoudenaren. Hè. Die willen het ook graag. Het wordt een heel mooi project. Hè. Als ik denk aan Zoeterwoude-Rijndijk. Het is ook een prachtig project als we denken aan Sportpark Haasbroek. Die voorzieningen die zijn ook echt nodig. Hè. Dat heeft te maken met de groei waar we het al eerder over hadden. En ja, daar moeten ook uiteraard moeten de centjes komen. En dan gaat het vooral om de kapitaallasten die we gaan betalen vanaf het moment dat de uitvoering plaatsvindt. Dat is zo rond 2023-2024. En daarvoor gaan we een spaarpotje maken. En dat willen we doen door iets de opbrengst van de OZB te verhogen. Nou, gaat de gemeente ook grond verkopen? Bijvoorbeeld de plek waar de Klaverhal nu nog staat. Is dat niet genoeg om een nieuwe Klaverhal van te bouwen? Nee, dat zal zeker niet het geval. Het is nog niet helemaal duidelijk wat daar gaat komen. Sommigen denken aan seniorenwoningen of woningen voor starters. Dat gaat het een en ander opbrengen, maar dat is lang niet voldoende om de kosten van de nieuwe Klaverhal te financieren. Burgemeester Lisbeth Bloemen heeft afval in haar portefeuille. Nou, voor afval betekent het dat we verder gaan met de inzameling zoals we het gedaan hebben. Met hier en daar misschien wat efficiëntie slagen. Want helaas hebben we het bedrag wat burgers moeten betalen omhoog moeten. En dus we kunnen misschien nog wat efficiënter. Maar ik wil wel even zeggen dat ik verschrikkelijk blij ben met de manier waarop de burgers gescheiden inzamelen of gescheiden aanbieden. We hebben echt een enorme slag gemaakt de afgelopen 7 jaar. En nou, dat ziet men eigenlijk terug in de financiën. Want als dat niet was gebeurd, dan was het nog veel duurder geworden.